Sinds 2017 zijn er al geen erediensten meer in deze pittoreske kerk in Vursten. Af en toe dient de kerk nog als locatie voor culturele gelegenheden, maar meestal staat ze gewoon leeg. Heel jammer vindt ook het gemeentebestuur en dus willen ze het gebouw nieuw leven inblazen. De kerk van Vursten is een van de 6 kerken die onze gemeente rijk is. We hebben er 5 in eigendom. Uiteraard kunnen ze alle 6 niet meer gaan gebruiken voor wat ze oorspronkelijk bedoeld zijn. Deze van Vursten is wel vrij uniek. U ziet zelf, de lichtinval is hier wel heel optimaal. Heeft ze ook buiten in vrij goede staat, of heel goede staat nog. Maar het is natuurlijk een kerk die in een heel klein dorp gesitueerd zit. Vursten heeft ongeveer 1500 inwoners. Dus die kerk gaan we stemmen om enkel en alleen Vursten iets te geven als gemeenschapscentrum is uiteraard onvoldoende. Vandaar dus dat wij de markt opgaan. Rekening mee houden dat er toch een zekere maatschappelijke meerwaarde moet zijn voor de lokale bewoners hier. De kerk stamt waarschijnlijk uit de late 15e eeuw. Maar sommige delen, zoals het koor, zijn veel ouder, uit de 13e eeuw. De toren werd in de 15e eeuw bijgebouwd. Een gebouw met geschiedenis dus. En de gemeente is dan ook op zoek naar een kandidaat die de kerk wil herbestemmen met respect voor het historische kader. Elke geïnteresseerde die iets ziet in deze kerk om daar een bepaalde meerwaarde aan te geven voor de gemeenschap. Dat kan sociocultureel zijn, dat kan evengoed iets economisch zijn. Daar zijn we naar op zoek. We hebben al af en toe interesse gehad, ook in andere kerkgebouwen van projecten. Ja, realistisch of niet realistisch, dat wordt dan afgetoetst in onze beoordelingscommissie aan de hand van een aantal criteria. Maar we hopen wel op iets creatiefs, iets waar we als Gaveren en Vursten ook iets mee zijn natuurlijk. Later dit jaar organiseert de gemeente kijkdagen voor geïnteresseerden. Maar wie zich nu al geroepen voelt, kan heel eenvoudig een project indienen op de website van de gemeente. Alle informatie over het uitgiftedossier, zoals wij dat noemen, dat staat online op onze website www.gaveren.be, kerk zoekt bestemming. Daar vinden potentiële kandidaten het uitgiftedossier en alle relevante informatie die ze nodig hebben om een dossier samen te stellen. Daar vinden ze ook het formulier die ze kunnen gebruiken om zich aan te melden in de eerste fase van de procedure. Naast deze kerk in Vursten staan ook de kerk van Baaijgem en de bijhorende pastorij al op de site. De pastorij hier in Vursten huisvest nu al een jeugdvereniging. De gemeente is hoopvol dat ook de kerk een mooi nieuw leven tegemoet gaat. Leegstand is nooit goed om in stand te houden. En ze staat hier nu toch, ze kan even goed gebruikt worden. Vandaar dus dat we toch wel een kans geven aan wie weet wat. Of waarom dat ze soms interesse krijgen hiervoor. We kijken uit. We hebben er wel vertrouwen in dat er wel iemand zal gevonden worden.